Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik begin dus weer een video met mijn Disney oortjes. Dat ik mijn make-up aan het doen was en ik wilde net nog eventjes mijn lipstift gaan doen. Your girl is ready. Leuk dat je kijkt. Ik ga jullie vandaag meenemen door heel mijn week weer en ik heb er zin in. Kijk heel naar mezelf met die oortjes. Weet je hoe handig het is om geen haar in je face te hebben terwijl je je make-up doet? Het is vandaag zaterdag en Mark is vandaag jarig, dus daar ga ik straks heen. En wij gaan ook vanavond Halloween vieren. En ik heb maar één keer eerder Halloween gevierd en ik heb er echt mega veel zin in. In de wijk waar Mark woont in Rotterdam vieren ze Halloween en komen ook echt kids zeg maar langs de deuren. En oh my god, dat vind ik zo leuk. En wij zijn de cast van Stranger Things. Nu kijk ik geen Stranger Things, dus ik val een beetje buiten de boot. Ik weet dat mijn friends obsessed zijn met Stranger Things. En ik ben, wie ben ik? Joyce, volgens mij. Nou ja, ik weet niet eens zeker. Dit is een deel van Mark's cadeau. Hij wilde heel graag die cotton takken. Ik weet even niet hoe het heet. Het zijn deze. Maar zoals altijd heeft Gemane geen tas. En nu moet het dus zo. Nu moet ik in het OV zo. Helemaal niet handig. Maar ja. Oh. En hij gaat natuurlijk helemaal zien al wat het is. Dus ik weet niet goed hoe we dit gaan doen. Maar het komt goed. De rest is wel ingepakt. Dus dat is fijn. PJ Dylan. Schoentjes aan. Hey. Dit is echt een aanrader. Oh, ik kan er echt 10 van op gewoon. Het is zo lekker. Het is van de vegetarische slager. Je kan het bij de appie halen. En het is een satébroodje. En it's so good. Echt niet normaal lekker. Ik was dus vet aan het haasten voor de bus. Alleen, ik heb dus nog 10 minuten. Ik heb verkeerd gekeken. Dus, joejoe. B-day, girl. Het is maar idee. Oh. Mijn stem is wel echt gegaan. Ja. Hey, happy birthday, sis. Thank you. Oh my god, kijk hoe leuk. Ja, alleen deze kaars heeft geen bloem. Oh. Kijk nou. Maar die doe ik alsnog voor de sier, want anders gaat er geen rol voor. Moet je niet even helpen? Nee. Weet je wat dit voor taart is? Nou, Oreo. American cookie, hè? Oh. Ja, wat zeg ik? Wat zeg stem. Ja, dat kan. Dat is echt niet oké. Okay. Nee. Dit is wat Friday wat je doet. Ja. En dan ga je nog vanavond, hè? Ja. Besef. En uit, hoe ga ik zingen? En nog uit, ja niet. Hi guys. Jasna heeft een pruik voor vanavond. Ik ga als 11. We gaan hem straks even proberen. Kijk. Voor de mensen die Stranger Things kijken. Maybe they know. I don't know. Barb. R.I.P. Barb. Wie is Barb? Barb. This show. Barb. She's dood. Oh. Ja. Nou, weet je, dit zijn de Stranger Things fans. In de real MV. Wat is dat? Oh, wat eng! Dat gaan we doen als het een Demogorgon is, zeg maar. Als wie? Sorry, ja, wat? Jasna, wat? Star, ja, ik voel me zo buiten. Ik zei het al, ik voel me zo buiten de boos. Ik ga jij ook weer. Ja, dom. Ik dacht dus dat ik. Nee, ik dacht dat ik Joyce was. Oh, ik dacht dat Joyce was, maar ik ga als Nancy. Ik ga als Nancy. Happy birthday to you. Yay! Applausje! Nou, we zijn in volle gang hoor jongens. Zo agressief! Ik inderdaad hier dan. Kijk. Ja, we hebben geen tape meer dus. Ja, meen. Oh, ik schrok mezelf. We hebben, help me. Eeuw. Straks als het donker is wel echt cool. Dit ding gaat dan helemaal goed. Ik ga dus vanavond zo'n knuppel ook. Dus dat vind ik wel cool. Mijn haar is helemaal uitgezakt mensen. Het plan is dat ik bloed huil. Liz make-up guru. Je weet hoe dat gaat. Absoluut niet. Jasna, wat eng. Je ziet er zo graag uit. Nou, ja.
Ik denk dat het goed is, toch? Je ziet er eigenlijk dood uit. Ja, nu zie je er. Zo, ja. Wow. Ja. Maar het lijkt ook niet neppig. Het lijkt wel alsof je huid echt zo is. Is dat zo? Oh, top. Wat is dit? Kijk hoe eng. Alsof ik een jaar niet heb geslapen. Ik voel die druppel gaan. Ja. Oh god. Niet je mond bewegen, want anders mag je niet ontkomen. Nee. Mark. Oeh, ja. Eww. Je lijkt echt dead. Beter. Eww. Het is gewoon vieze. Wow. Wel cool. Het is echt vieze. Ja, heel cool. Maar gaat het nu... Gaat het nee, zeg maar... Gaat het drogen? Ja. Oké. Okay. Is het goed, denk je? Ik denk het wel. Ik vind het eng. Ja, dit is top. Oh, wat eng. Wat wil je? Wil je die wond? Ja, probeer. Probleer. Kijk even hoe Mark eruit ziet. Heb jij ook tissue? Anita en... Ja. Kijk even je make-up. Oh my god. Top, 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 top. Nou, leuk hoor jongens. Hé, hey, kikies. Kijk dit. Oh! Dus kijk hoe eng. Oh, het spel. Heel, heel special fan. Het klinkt lekker. Ik heb gewoon nog zo'n lens. Het is zo leuk. Ja, zo. Nou ja, dat is ook. Ik ben echt zo slecht hier. Nee, maar dat komt wel. Iedereen moet dingen. Ik wil nog wat verder met me. Marmitja. Oh ja, leuk. Leuk, hè. Don't do it. Do it. Nee, don't do it. Ja, dat is wel. Ik zie niet echt. Ik ik ging mama en ik hem ophalen met de auto. En nu achterin zat hij echt zo. Nee. We're back. We zijn vampires. Ew, alsof hij er echt niet uit, hè? Ziet er echt niet uit. We denken helemaal dat ik cool uit heb. Tuurlijk wil ik het doen. Ben je ready? Ik ben zeker ready. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. We gaan zo uit. Yay. Onder keer. Ja. Love it. Oh my god. We kunnen ook gewoon zo. Kijk. Nou Jos, heb je nog een doel vandaag om iets te vinden? Ik heb als doel een winterjas, maar ik weet niet hoe ik het ga vinden. Grappig. Oeh. Deze is nice. Cool. Toch? Oversized, maar heel strak. Mooi. Oh, maar 7 euro toch wel, hè? Kijk hoe. Deze is nice. Kijk, ik heb dus een tactiek. Dat is. Kijk, je denkt toch. Oké. Wat is dat? Dit is wel leuk. En toen zei ik het om. No. Kijk, als je dus je handen vrij wil houden als je zo wil zoeken. Hè? Ik ga stuk. Hang niet gewoon hier op. Wow, dat is keistig. Dat is slim, ja. Ja, toch? Ja, ik kan ook gewoon weg. Maar kijk, deze. Is oh open. Ja, cool. Ja, open. Wacht. Ik weet niet hoe ik dit vind. Nee, dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. Maar het is best wel, kijk, best wel mooi. Dat wel. Ga je? Hoe cute. Wat een cardigan is. En een... sweater. Oh my god, deze is best wel leuk. Met dit. En dan zo. Ja. Oh, look. Laat even zien. Wat is het? Ik kom met dingen en jas en vind dit. Hallo, sorry hoor, maar ik zie waarom? Kijk wat ik allemaal heb. Ik heb al 4 dingen. Ik ga stuk. Ik heb trouwens niet specifiek een doel voor vandaag. Ik kijk gewoon wat ik vind. Deze vormjas is eigenlijk best wel cool. Deze lijkt echt op mijn leren jas, maar dan bruin. Ik weet niet wat ik daarvan vind. Kijk. Oh ja. Hij smelt hier. Oud, zeg maar, wordt uit. Ja, hè? Oké. I'm gonna show you later. Pass. Ja.
Ik kan het schaaien om. Ik heb dus deze. Deze vond ik echt heel mooi. Ik ben heel benieuwd. Deze. Dit truitje. Maar hier staat dus geen prijs op. En deze. Hier staat ook geen prijs op. Dus ik heb geen idee. Dit is die blauwe. En ik baal. Echt super leuk. Alleen de kraag is te hoog. Kijk. Ziet er niet uit. Het is veel te hoog. Zie je? Ja, leuk. Ja, ik had het zo gedaan. Personal stylist heb ik hier. Ja, zijn niks en tot de conclusie gekomen dat als ik het zeg maar soort van, het is gewoon te lang, kijk. Hartstikke mooi, man. Het is echt huge. Maar ik heb het nu in mijn broek gedaan. De vibe is er. Maar kijk. Kijk dit. Oh, hell no. Je denkt, leuk dit. En dan zie je niet. Dit is deze. Maar hetzelfde. Die schouders zijn ook wel een beetje. Maar op zich vind ik dat ook wel mooi. Ik denk dat je dit ooit gaat dragen. Even zeg maar, even nu je dit gaat dragen. Ik vind het wel leuk. Sorry trouwens voor dit licht. Het ziet er niet uit. Maar die schouders, nee. Prijslijst. Dameskleding. Jas, 5 euro. Wow, dat is goedkoop. Maar met de boeken. Die shit zo goed. Nee. Sorry, dat moet ik echt even laten zien. In de kringloop, wat de hel. Nou, ik weet niet zo goed wat ik hier allemaal van moet vinden. Ik ook niet. Maar goed, we zoeken gewoon, hè. Weet je, misschien vind je wel wat. Is het een wasmand? Oh, valt wel een beetje uit te komen. Ja, dat is jammer, maar is wel leuk. Ja, wat is onze conclusie? Het is best wel klein. Het is best wel klein. Het is op zich wel leuk. Schattig of zo. Ik denk dat je echt wel dingen kan vinden, maar voor home moet je er sowieso niet echt komen. Nee, want het was echt niks. En voor kleding kan nog wel. Nou, we zijn bij de tweede winkel. Op naar de kleding. Oh, kijk. Vlaggetjes. 100% kringloop. Nou, hier zijn we dus al een keer geweest. Toen was ik ook met Jasna en met andere friends. Vonden we echt veel. Ja, leuke dingen gevonden. Ik zal die video wel even hier in de beschrijving zetten. Oeh. Kijk, ik hou hier dus van. Echt van die black t-shirts die echt zo vet goed aansluiten. Ja, echt. Ik word daar echt blij van. Dat is echt handig om te hebben, maar deze is wel een beetje groot. Dat is wel jammer. Ja. Ik ga hem toch even meenemen. Wat vind je van dit? Het is heel strak. Maar die vorm misschien. Een beetje raar. Ja, hè? Jasna en ik vonden deze. En we voelden allebei gelijk die stof. En we dachten, oké, dit is een... En Jasna zag ook dit. Maar je voelt gewoon aan die stof dat het een duur merk is. Het ging het opzoeken. Gewoon even een random trui. 130. Dit zijn Jasna en ik. Dit is Jasna. Jasna en ik. Ons diploma. Ja. We zijn op de mannenafdeling. Oh my god. Maar dit is al minder, hè, die heel stof. Minder, ja. Heel minder, ja. Oh. Dit gaat nee, niet. Nee, dat gaat echt niet. Nee. Doei. Ik vind het een hele enge pot. Heel eng, hè? Wacht, kijk. Oh my god, welke is die echt? Tuurlijk niet, what the fuck? Wat als je opeens... Hallo. Moet jij nog een skipakje hebben? Wie? Sorry, maar hoe leuk. Oh, dat is echt... Oh my god, echt zo oud. I love it. Oh my god. Dit is toch cute? Kun je steeds bij de bel? Zo'n tv-show. Ja. Daar doen we echt aan denken, steeds ja, bij de bel. Of... Of met Prince, Will Smith. Ik wil het zeggen. Ja. Prince of Bel-Air. Prince of Bel-Air. Als ik ooit zou skiën in mijn leven, wat waarschijnlijk nooit gaat gebeuren, zou ik dit dragen. Nee. Hey, lelijk, maar het is wel een beetje te groot. Het doet me echt denken aan jaren 80. Ik kan het best wel hebben. Ik kan het wel hebben, toch? Ja. Maar het is een beetje gek of zo. Ik weet niet hoe ik het moet vinden. Ik weet niet hoe ik zou vinden als ik je zo buiten zou zien lopen. Kijk. Het is wel leuk. Het is wel cool. Maar het is wel weer groot. Is hier is hij misschien. Omdat ja, hij ja. Misschien was het net een maatje kleiner was. Ja, het is net de armpiece. Het is wel een look of zo. Ik vind net dit. En ik vond het echt leuk. En opeens zag ik, dit is Hunke Mullenmerk. En toen zat het kaartje er gewoon nog aan.
En het is 30 euro. En het hier, was 30 euro. Het was 30 euro, ja. En nu? 4. Het is allemaal maat. Maar ik weet niet of ik het zou dragen. Ik heb het poesje aan. Ik lijk een beetje op Jane. Van Tarzan en Jane. Hoor. Ja. Kijk. Oh, cute zijn. Het is echt mooi, hè, echt deze. Een heel leuke vibe, zeg maar. Ja, dit zou ik dragen. Heel leuk. Hij is ook gewoon... Heel mooi. Maar goed, het is winter. Lower. Wel leuk, hè? Ja, heel leuk. Hij is oversized, maar niet oversized. Nee, dat bedoel, hij is gewoon perfect. Nu de oversized tee aan. En I love a tee. Lijkt dat ik spilling de tee. Maar hij is echt nice. En hij is super zacht. Raad even hoe duur dat is. Ja, ik denk niet zo duur. Nee, laat even. Weet ik veel, 2,50 of zo. 1,50 voor... Oh my god. Weet je wat duur normaal gesproken is in de winkel? Dus bij H&M heb je voor 5 euro een beetje. Ja, maar het is niet zo'n shirt. Snap je? Het is, deze is gewoon oversized, maar ook top of zo. Het is echt zo leuk. Hij is echt mooi. Ja. Het komt niet echt tot z'n recht op de camera. Maar in het echt is het heel leuk. Oh my god, I love it. Met die kettingen zo. Ja, heel leuk. Oké, deze gaat mee. Deze gaat mee. I love it. Ja. Nou, ik ben lekker thuis. En ik ben nu Masterchef aan het kijken. I love Masterchef Australië. Ik vind het echt geweldig. Ik heb mijn snackies. Ik heb een dubbele deken. Want ik heb het super koud. Ik heb mijn lampie. Kaarsjes staat aan. Zo chill. I'm enjoying.